Ja, hier een zagen en ik stof. Kan ik treffen alle stoffen broeien, maar dan mis je gewoon morgen weer zagen. Ja. Gooi me daar niet weg. Die curve vind ik zo prachtig, hè? Ik moet zien hoe ze zelf een feit is geweest aan kopiëren. Dat doen. Een palet maar ze meer schilderij vind ik. Ja. En dit, daar kun je niets met. Kom eraan! Ik heb het palet mee. Jo. Kijk, dit is klein muurtje, dan kun je hier marmer op. Heb je dit ook geschilderd? Ja, dit is gewoon een. Het lijkt net op plaat. Ik heb iets met auto's. Ik vind auto's kunst. En die kunst probeer ik ook over te brengen op doek. Door middel van auto's kun je op foto's tijdsperk dateren. En auto's worden gemaakt door kunstenaars. Echt elk detail in de auto wordt door een kunstenaar ontworpen. En dat gebruik ik dan ook in mijn doeken. En daarnaast maak ik behalve kunst van auto's ook andere dingen als portretten, dieren en ik werk in opdracht. Maar ik vind auto's, daar ben ik mee begonnen en daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Want als je een auto kunt schilderen, kun je eigenlijk bijna alles schilderen. Ik ben aan het paleisten. Een beeld af gladder maken. Ik zie een hele mooie structuur in, dat, in die steen. Is dat daar speciaal voor uitgezocht? Nee, ik heb dat een hele grote partij weten op de kop te tikken. En ja, ik vind het een hele aparte structuur. Omdat er veel kleuren in zitten, druk. Het zijn bijvoorbeeld die is ervan gemaakt, de cursist. En daar is ook een eentje van gemaakt, ook van een cursist. Dus. Nou, ik heb boven mijn atelier en de expositie, of de, ik doe mee met de atelierroute, doe ik in mijn huiskamer. Omdat boven gewoon veel te klein is. En de mensen niet allemaal naar boven kunnen lopen. Dus daarom doe ik het in de kamer. En ik heb een paar jaar geleden heb ik dat ook gedaan. En dat ging prima. Dus helemaal goed zo. Ja, ik heb heel groot werk, maar ook heel klein werk. Maar dat grote werk, dat kan ik niet boven in dat atelier doen. Dan is het te klein. Maar ik heb ook wel atelier in de Zwaluwestraat gehad en in de Herengracht. En daar is de ruimte groter, dus dan kan ik veel groter werken.